Dit zijn de oplossingen bij het deeltentamen wiskunde 2 AEO van 2015. Nou, de eerste opgave is meer een meetkundige opgave. En we gaan meteen door naar opgave A. Hier wordt er gevraagd een oppervlakte van een driehoek te berekenen met punten A, B en C in het vlak. Nou, hoe we dat kunnen doen is dat we een vector maken van C naar A, dus een vector B en een vector V van C naar B. Ja, we hebben een hoek phi. Nou, die W en die V die kan je uitrekenen. Ja, die W is 4 min 3, die V is 2 min 4. Dus de lengtes daarbij kan je uitrekenen. Dus die W die heeft lengte 16 plus 9 en de wortel daarvan is dus 5. Net zo is de lengte van V die wordt gegeven als 2 keer de wortel van 1 plus 2 in de kwadraat, oftewel 2 wortel 5. Nou, die lengtes van die W en die V die kunnen we gebruiken, want we kunnen de oppervlakte van de driehoek ABC die kunnen we uitdrukken als een half keer de lengte van V maal de lengte van W maal de sinus van de hoek phi. Nou, dat lijkt een probleem dat we die hoek niet kunnen vinden, maar we kunnen wel iets anders vinden. En dat is de cosinus van de hoek. De cosinus van de hoek is domweg het inproduct van V met W, gedeeld door de lengte van V, gedeeld door de lengte van W. Ja, als we dat uitvoeren, krijgen we dus het inproduct van 2 min 4 met 4 min 3. Dat delen we door de lengte van V, dus 2 wortel 5 en de lengte van W is 5. Nou, werk je dit netjes uit en dan krijg je daar 2 vijfde wortel 5 uit. Nou, dan maken we gebruik van het gegeven dat de sinus van de hoek, dat die de wortel van 1 min de cosinus in de kwadraat is. Ja, want de sinus van de hoek tussen twee factoren is altijd niet negatief. Nou, als we dat rekenwerkje uitvoeren, dan krijgen we dus 1 min 4 vijfde. Is dus 1 vijfde wortel 5. Dus de gevraagde oppervlakte is dan 5. Nou, een andere manier is maken een driehoek in de R3. Ja, waarbij ik de punten A, B en C ook een hoogte meegeeft. Nou, zeg de hoogte 0. Ja, en dan krijg ik deze driehoek. En ik maak wederom vectoren V en W. Ja, op dezelfde manier als ik net heb gedaan. Je ziet dat het enige wat er gebeurd is, is dat er een coördinaat 0 bij is gekomen. Nou, wat is nou mooi daaraan? Nou kan ik de oppervlakte van A, B, C is natuurlijk hetzelfde. Ja, de oppervlakte van A, B, C is natuurlijk hetzelfde als de oppervlakte van A van de driehoek A1, B1, C1 in de R3. Maar deze kan ik nu uitrekenen als een helft van het uitproduct van die twee vectoren V en W. Nou, reken ik dat uit, dan is dat uitproduct is gelijk aan, ja, de lengte van de vector 0, 0, 10. Dat is het uitproduct van V met W. Dus daar komt ook 5 uit. Oké, opgave B. Voor welke waarde van K maken de twee gegeven vectoren een hoek van 1 derde pi? Nou, ik weet dat een half is hetzelfde als de cosinus van 1 derde pi. En die cosinus kan ik net als in de opgave A weer uitrekenen door het inproduct van de twee vectoren te nemen en te delen door respectievelijke lengtes.
Ja, dat doe ik dus hier. Ja, k1 min 1. En de norm daarvan, de lengte van die vector. Nou, voer je dat rekenwerk netjes uit, dan krijg je het volgende. Min k plus 1 aan de bovenkant. En ik deel door de lengtes. Dat is wortel 6 maal de wortel van k kwadraat plus 1 of 2. Nou, dan staat er links een half en rechts staat er een breuk. Dus als ik rechts en links vermenigvuldig met de wortel van 6 k kwadraat plus 2. Dan krijg ik dus dat het gelijk moet zijn aan 2 keer 1 min k. Nou, dus als ik dat ga oplossen, dan kan ik links en rechts kwadrateren. Dan krijg ik 6 keer k kwadraat plus 2 is 4 keer 1 min k in het kwadraat. Maar ik moet er rekening mee houden dat 1 min k, dat die grootte gelijk 0 is. Want anders dan heb ik geen oplossing. Nou, dit is equivalent. Ik kan het een en ander uitwerken. Ja, dat is vrij eenvoudig. Dat is een kwadratische vergelijking. Hatsa platsa. Hier staat k plus 2 in het kwadraat is 0 en k kwadraat kleiner gelijk 1, oftewel k is gelijk aan min 2. Opgave C. Bereken het projectiepunt bij loodrechte projectie van een vector v op een vlak w die in parametrische vorm is gegeven. Ja, ik kan een normaal van het vlak vinden. Ik weet dat er twee vectoren in het vlak liggen. Dat zijn de vectoren 1, min 2, 0 en 1, 1, 3. Dus ik kan een normaal daarvan vinden als uitproduct van 1, min 2, 0 en de vector 1, 1, 3. Nou, hoe bereken ik het uitproduct? Dus ik de eerste twee coördinaten van de vectoren eronder en dan maak ik inderdaad de kruisen. En dan begin ik met min 2 keer 3, min 0 keer 1 is min 6. En daarna krijg ik 0 keer 1, min 1 keer 3 is min 3. En ik krijg 1 keer 1, min 2 keer 1 is 3. Ja, dus ik heb een normaal van het vlak, min 6, min 3, 3. Nou, het vlak ziet er dus zo uit. Nou, waar ben ik nou naar benieuwd? Als ik een vector x heb, dan wil ik die projecteren op het vlak w. Nou, hoe doe ik dat? Ik projecteer hem eerst op de normaal. En trek het geprojecteerde op de normaal er vanaf. Nou, dan die verschilvector die ik overhoud, dat is een vector i. En die vector ligt in het vlak. Nou, daar ben ik dus naar op zoek. Dus wat doe ik? Die i is niks anders dan x min x geprojecteerd op de normaal van het vlak. Nou, hier heb ik een hele specifieke vector, de vector 5, 2, 0. Ja, dus dan krijg ik 5, 2, 0 min 5, 2, 0 geprojecteerd op de normaal. De normaal die ik had berekend, dat is min 6, min 3, 3. Ja, en de projectieformule is min 6, min 3, min 3, 5, 2, 0. Delen door het inproduct van de normaal met zichzelf. Min 6, min 3, 3. Met min 6, min 3, 3. Dat is de scalair keer min de vector zelf. Min 6, min 3, 3. Nou, rekenen we dat werk allemaal uit. Dan krijgen we de vector 1, 0, 2. En ik kan makkelijk zien dat die in w ligt. Als ik de parametrische voorstelling neem, s is 2 derde en t is 1 derde. Ja, waar moet je dan kijken? Dan moet je boven in de opgave kijken. En daar zie je de s staan en de t.
Opgave D berekent de afstand van de lijnen L1 en L2. Die zijn gegeven in parametrische vorm. Nou, dit zijn twee kruisende lijnen. Je kan makkelijk inzien dat, dat de doorsnede van die lijnen in de R3 dat die leeg is. Die snijden elkaar niet. En daarbij, als we kijken naar de richtingsvectoren van die lijnen, dus voor L1 is dat 3, 0, 1, dat is geen veelvoud van 1, 1, 1, de richtingsvector van L2. Dus die lijnen zijn niet evenwijdig. Nou, hoe hebben we dan de afstand tussen kruisende lijnen bepaald? Dan maak je dus eerst een vlak waarbij de ene lijn daarin ligt, L2, en je maakt dat vlak zo dat het ook nog eens een keer evenwijdig is aan de lijn L1. Ja, dus L2 kies je in V en V kies je daarbij ook zo dat L1 evenwijdig loopt met V. Nou, hoe doe je dat? Nou ja, je kan een normaal vinden van dat vlak. En die normaal, dat is het uitproduct van de richtingsvectoren 3, 0, 1 en 1, 1, 1. En die normaal heeft dus de eigenschap dat die loodrecht staat op beide richtingsvectoren 3, 0, 1 en 1, 1, 1. Ja, nou, dan levert de vector min 1, min 2, 3. Nou ja, dan krijgen we als vergelijking voor het vlak. Ik weet dat er een punt op dat vlak ligt, want dat punt ligt namelijk op L2. Dan wordt de normaalvergelijking de normaal van het vlak maal x maal is gelijk aan de normaal van, van het vlak keer het punt ingevuld als vector 2, 0, 1. En dat is 1. Nou, ik kan een punt aanwijzen op L1. En ik kan ook een punt aanwijzen op L2, dat is namelijk P201. Ja, dan maak ik een vector. Dan maak ik een vector PQ. Ja, dat is het lijntje, het blauwe lijntje. Dan maak ik een vector PQ. En wat we dan doen is eigenlijk niks anders dan dat de afstand van L1 tot L2 niks anders is dan die blauwe vector geprojecteerd op de normaal. Ja, dus de afstand van L1 tot aan L2 is hetzelfde als de afstand van L1 tot V. En dat is de lengte van de projectie. Ik zie dat ik daar de norm aan het vergeten ben. Dat is de projectie. De lengte van de projectie van PQ op NV. Nou, als je dat uitrekent, kijk, daar komen gelukkig wel weer de norm tekenen. Als je dat allemaal netjes uitrekent, dan krijg je 3/5 wortel 5. En dit is het einde van opgave 1.